Sylvana Simons. Beste Sylvana. Altijd gebeurt er dan wat, hè? Beste Sylvana, je was klaar voor de strijd en dat hebben we geweten. Je bent een enorme harde werker, maar maakte ook duidelijke keuzes. Zo stapte je als één vrouwsfractie in de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Je zei, veel mensen uit onze achterban zijn geraakt door het toeslagenschandaal en wachten op een simpel antwoord op de vraag, waarom? Je speelde een doorslaggevende rol bij de excuses van de staat in Nederland voor het slavernijverleden. Slavernij, zo betoogde je, is geen vergeten bladzijde uit een ver verleden, maar een historie die tot op de dag van vandaag doorwerkt in families en culturen. Ondanks je korte kamerperiode, maar dankzij jouw strijd, heb je geschiedenis geschreven. Dank je wel.